De wedstrijdsport in Nederland staat onder druk. Laten we daar gewoon eerlijk in zijn. We zien minder deelname bij de wedstrijden. En we zien een kleinere aantal kinderen die in de wedstrijdsport instroomt. En juist dat willen we aanpakken. Die neergaande trend willen we beperken. En het weer leuk maken voor de kinderen om te gaan wedstrijdzeilen. De afgelopen jaren hebben we gebruikt om de administratie rond wedstrijdlicenties enorm te verbeteren. Dat levert onschatbare informatie op waarmee we het wedstrijdzeilen kunnen ondersteunen. En vooral die instroom die op dit moment van groot belang is, te kunnen kwantificeren en aan te kunnen jagen. Het gaat echt niet alleen maar om die mensen na te jagen dat ze een wedstrijdlicentie kopen. Maar het gaat er ook om dat we weten welke klassen populairder worden, welke regio's populairder worden, hoe vaak iemand in een boot zit, in een wedstrijd deelneemt. Op het moment dat mensen bij ons een wedstrijdlicentie aanschaffen, mogen wij deze mensen meetellen in de deelnemers aan georganiseerde watersport bij NOC-NSF. En dat triggert weer subsidieinkomsten, bijdragen, niet alleen voor de Olympische topsport, maar zeker ook voor de wedstrijdsport en de opleidingen. Afgelopen jaar hebben we mega goede zaken gedaan binnen de opleidingen. Je ziet in het overzicht wat bij jarenbijeenkomst is besproken, dat er heel veel trainers in opleidingen zijn, juryleden niveau 3, 4, alle opleidingen zijn goed gevuld en er komt steeds meer bij. En het mooiste is, voor leden van aangesloten verenigingen is dit allemaal gratis. Waarom? Omdat NOC-NSF dat subsidieert. Waarom subsidiëren zij dat? Omdat wij kunnen aantonen dat we veel sporters hebben. En uiteindelijk komt ook het rapport van de taskforce voort uit interviews die met een stuk of 50 verenigingen gehouden zijn. En een deel daarvan heeft al succesvolle oplossingen gevonden. En die willen we juist inzamelen en uitdragen en proberen neer te zetten bij andere verenigingen. Ook vandaag tijdens de jaarbijeenkomst zijn er weer goede punten naar voren gekomen om instroom te bevorderen. 21 oktober gaan we daarmee verder met rechtstreeks betrokkenen. Maar ook als je gewoon interesse hebt, ben je meer dan welkom. 21 oktober in Utrecht.